De gezondheidszorg is verantwoordelijk voor 7% van onze nationale CO2-uitstoot. Met mijn onderzoek wil ik helpen deze milieudruk drastisch te verminderen. We ontwikkelen duurzame interventies die passen binnen bestaande zorgprocessen en het gezondheidszorgsysteem. Daar komt veel bij kijken. Het is belangrijk om de verschillende perspectieven op zaken zoals infectiepreventie, werkdruk, kosten, de ziekenhuisinfrastructuur en toeleveranciers mee te nemen in de probleemanalyse en in co-creatie te werken aan oplossingen. Met deze aanpak komen we tot milieuvriendelijke interventies die succesvol en opschaalbaar zijn. Vanuit de TU Delft werk ik intensief samen met collega's binnen en buiten het Erasmus MC en LUMC, waaronder Nicole Hunveld, Diederik Gommers en Erik van Rij, waarmee we het Sustainable Hospital Field Lab in het Erasmus MC hebben opgezet. We ontwikkelen vanuit de ziekenhuizen alternatieven die leiden tot verminderde milieudruk en een gezondere leefomgeving. Samen met Erasmus MC en LUMC duurzame alternatieven ontwikkelen die eenvoudig op te schalen zijn in ziekenhuizen in Nederland, Europa en de rest van de wereld. Dat is wat ik wil bijdragen aan Medical Delta,